We hebben gehoord dat het schip wat voor ons ligt te lossen, de Elisabeth, vrijwel klaar is. Dus wij gaan nu naar de losplek. Het is tegen 12 uur. De losplek is aan de andere kant van die brug die je in de verte kunt zien. Dus ja, een kwartiertje zijn we er wel. Veronica legt alles klaar om de luiken zo open te gaan leggen. Dat de kamer bij kan om rolletjes te gaan lossen.
wel halverwege hebben, weet je wel. Dus die deze met de volgende. Ja. Ik ga er zo naartoe. Ja, maar het gaat om het voorraam. Ja. En dan met streepje voor het voorruim, weet je wel? Ja. Ja, dat streepje zie ik nu over een meter bij het voorschip. Ja. Beter iets te veel aan deze kant dan te weinig. Ja, dus dat we met het ruim iets meer aan deze kant liggen. Dat is, ja, dat is het maximum daar, dat streepje. Dus, ja, anderhalve meter. We staan op de kade kleine verfstreepjes. Zodat wij kunnen zien wat het maximum bereik van de kraan is. Zodat die goed bij het ruim kan. Oké. Dubbel daar naar voren. De mast overeind gezet. Nu gaan we de luiken openleggen. Die dingen die er op de luiken liggen, dat zijn luikenwagentjes. Daar worden de luiken opgelegd, zodat we ze kunnen opstapelen en kunnen bewegen. Er zitten wieltjes onder. En ik maak nu een sluitklep open. En dat ga ik nu aan de andere kant ook doen. Die houden de luik eigenlijk vast, zodat ze niet kunnen wegwaaien tijdens de vaart.
De luiken zijn van aluminium. Zijn op zich niet zo heel zwaar. Kun je met z'n tweeën best wel tillen. Maar als je ze allemaal opgestapeld hebt op zo'n luikenwagentje, dan kan het best wel een heel gewicht zijn om nog naar voren of naar achter te rollen. Al het hout wat hier op de vloer ligt is gebruikt om de rollen te stuwen, zodat ze niet gaan rollen en dat het gewicht een beetje verdeeld wordt over de vloer. En dat moet er straks ook uit en dit is eigenlijk de enige losplek waar we dat zelf moeten doen. Meestal komt er een ploeg in het ruim, maar hier moeten we het zelf doen. Thank you.
rollen zijn er ondertussen uit. Nu wordt al het stuwmateriaal eruit getild. En dan krijgen we ons papier en dan zijn we weer leeg. We zijn leeg. Wij gaan een stukje verderop liggen aan een kade bij Corbeil. Hier liggen de Miba en de Avanti, die zijn voor ons aangekomen. Maar om dan ook nog bij te gaan liggen, het wordt een beetje druk. En zij gaan binnenkort weer laden. En volgens gaat het waarschijnlijk nog even iets langer duren op ons verzoek.